Praise the Here. We blijven vandaag. Halleluja. Amen. Zo is het. Ja? Amen. Ik ook. Ja? Wij met de aanbidding teams vanochtend al om 6 uur. Ja? Heel korte gebed. En dan om 9 uur weer samen hier gaan bidden. Wij geloven en bewust dat zonder de kracht van de Heilige Geest zijn wij niets. Amen. Dat zal op basis van Gods woord. Ja? Laten wij samen gaan kijken, ja, over verzekering. Ja? Zonder Heilige Geest zijn wij niets. Nou, Efeziërs 4, vers 30. Ja, vandaag heel veel Gods woord of vers vanuit het woord ga ik openbaar. Ja, zodat jullie en mij begrijpen wat de Heilige Geest is. Zo belangrijk. Nou, Efeziërs 4, vers 30. Zo luidt het. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. In andere woorden, dat alleen door God Heilige Geest, er is een verzekering over jouw leven, wanneer de dag des Heren is. Amen. Andere woorden, of ik ben pastoor hier, ik ben of diegenen die hier dienen, wij zijn allemaal mens en geleid door onze eigen wil. Klopt of niet? Yes, wij zijn geleid de meeste door onze eigen wil. Onze eigen kennis, onze eigen verlangen. En dat is daarom, God, Heilige Geest is zo belangrijk, omdat Hij geeft een zekerheid over jouw redding. Het kan best zijn dat pastoor, ja, zo boos en dan sla de tafel. Wat er gebeurt. Stel als ik ruzie en gisteren en dan vandaag Jezus komt. Oh, ben ik te laat en jullie allemaal zwaaien naar mij toe. Dag, Pastor Dios. Jammer dat je niet meegaat met ons. Dat betekent, God Heilige Geest is een garantie. Is nou niet jouw job, niet jouw geld op de bank. Nee, Heilige Geest is de garantie. Amen. Zeg amen. 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 Dit is heel belangrijk voor u als christenen. Ook als voor mij. Heel persoonlijk, heel God, Heilige Geest. Ja, even vragen, voordat ik verder ga. Is er iemand hier die vertaling nodig? Is iedereen heeft... Oké, goed. Nou, wel bewust, vandaag is Pinkster. Dat betekent 50ste dag. Pentakosta. Ja, Penta betekent... 50. Vanwaar wat we verreken? 40 dagen lang, Jezus nadat hij opgestaan, hij verschijnt elke dag, ja, 40 dagen lang hij verschijnt en hij onderwees over het koninkrijk van God, dat God Heilige Geest, dat een voorbereiding voor zijn volk om het God Heilige Geest te ontvangen. 40 dagen lang. Daarna hij is ten hemel gaat. Dus wij begrijpen, oh ja, dat is hemelvaart. Hij ging ten hemel. Maar nadat hij ten hemel, verwachten zijn discipelen in Jeruzalem. Ze weten niet wanneer zal God Heilige Geest, want God belooft, er zal Heilige Geest komen. 10 dagen later, halleluja, dat is vandaag, 50ste dag of Pentecost. Amen, amen. Het is zo belangrijk dat God Heilige Geest midden in ons en woont in ons. En ons vervullen, zodat dat tot een garantie voor jou en voor mij.
Kan en Christen niet naar de hemel? Het kan. Als hij niet bewaar zijn verzekering. Heel goed. Hij ontvangen de verzekering, maar daarna hij heeft stop gezet. Dat is jouw eigen wil. Vers 31. Oh, sorry. Niet vers 31. Ja. Verder wil ik heel laten zien een voorbeeld van een man van God, een apostel, die zo geweldig is, maar toch zonder Heilige Geest, hij is niets. Laten we samen, ja, eerst gaan kijken naar Matteüs 16, vers 21 tot 23. Hier is Petrus. Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipel te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dag opgewekt worden. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen en zegende: dat vergoede God, Heere, dat zal u geen gezin overkomen. Doch hij keerde zich om en zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Zie, als mens denken wij heel simpel: oh, meester, deze dingen zal niet overkomen. Nee, zei Petrus verdedigd. Nee, ik ga voor u staan. Maar zie, wat wij als mens denken is niet zoals wat God denkt. Klopt of niet? Ja. Jezus zei: hey, Satan, weg, want ik moet hier komen om de wil van de Vader te doen. Dus als mens, Petrus is als mens, ik ben ook mens. Dat betekent mijn gedachten is niet God's gedachten. Amen. En hoe moeten wij dat weten dat de wil van God is? Alleen door God, Heilige Geest. Ja. In 1 Korintiërs 2, vers 11. Ja. 1 Korintiërs 2, vers 11. Laten we gaan kijken. Vandaag heel veel Gods woord. Het is zo belangrijk om u te bemoedigen met Gods woord, te vullen met Gods woord. Vanwege Gods woord zal u vrij zetten. 1 Korintiërs 2, oh ja, eerder, vers 11. Wie toch onder de mensen weet wat in een mensen is. En dat mensen eigen, dat is mensen eigen geest. Dus mensen ken mensen, ik ken mijzelf. Heel goed dat u mij kent. Ja, ik ken mijzelf. En mensen kennen mijzelf, meer aan mensen. Maar, ja. Zo weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. Amen. In andere woorden, niemand ken God behalve door God geest die in jou is. Amen. Alleen God geest die ken wie God is. Wat is zijn wil? Alleen God geest. Wow. Amen. Daarom zo belangrijk om te weten, ja, dat God hele geest is een garantie voor jouw leven. Niet jouw vrouw, niet jouw man. Kijk maar onze situatie. Soms hebben wij opeens zo bedroefd voelen. En wij kunnen onze vrouw verlaten, onze familie verlaten, onze kerk verlaten. Ja of niet?
Yeah, that is situasi what normal tegenwoordig gebeurt. Matthäus 16 gaan wij door één persoon. Wij gaan leren van Petrus. Matthäus 16, vers 13 tot en met 16. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zeide: wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een andere profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide, alweer Simon Petrus, ja? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Wauw. Zijn antwoord is goed. Het is niet van Petrus zelf. Jezus antwoordde en zei, zalig zijt gij, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader. Zie, duidelijk dat Petrus zelf kan van hemzelf niet kunnen belijdenis over wie Jezus is. Behalve dat God geest zelf. Amen. Amen. Zie, wij hebben een aantal voorbeelden. En gaan we weer laten zien. Ja. Matthäus 14 vers 28 en 29. Nou, Petrus antwoordde hem en zei, de Heere, als gij zeit het, dit is een situatie wanneer er is een zo'n tyfoon, ja, waar ja, de discipelen zag, lijkt wel een spook. Ja, lopen op het water, want er niemand ja, ooit op het water ging lopen geweest. Toen zagen de discipelen, hey, er is een spook. En dan toen Petrus zeide, Heer, als u dat bent, beveel mij me dan tot u te komen over het water. En hij zeide, kom Petrus, ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Zie hoe wonderbaarlijk is wat Petrus heeft ervaren. Ik heb nog nooit op het water gelopen. Ik probeer maar om te bewijzen zoals Petrus is, maar toch zak ik ook naar binnen. Naar beneden. Petrus heeft deze wonderbaarlijke situatie meegemaakt. Liep op water. Wauw. Wie is ooit hier liep op het water? Wij liep op asfalt. Ja. Maar Petrus had deze al gehad. Wonderbaarlijk. Amen. We gaan nog kijken, Matthäus 26, vers 30 tot en met vers 35. En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar Olijfberg. Toen zeide Jezus, oh, volgens mij hebben jullie een verkeerde vers. Matthäus 26. Is dat 26? Oh ja. Vers 30 tot en met 35. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid. Doch nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik voorgaan naar Galilea. Petrus antwoordde en zeide tot hem, al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik nooit. Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, in deze nacht eer de hand krijgt, zult gij mij driemaal verloochenen. Petrus zeide tot hem, zelf al boest ik
met u sterven. Ik zal u voorzeker niet verloochenen. Zo spreken ook al de discipelen. Zie, ik wil laten zien aan u hoe geweldig jij bent. Zoals Petrus hier, hij zei dat nee, ik zal u niet verloochenen. En toch uiteindelijk nadat Jezus gevangen had. En mensen heeft dat gezien, hey, dat is ook hem. Die, een van die volgelingen. En dan toen zei de Petrus, nee, ik ben dat niet. Ik ben dat niet. Nou, waarom? Omdat op dat moment God Heilige Geest is nog niet gestuurd, vrijgezet voor u allen, voor ons. Amen? Amen. Hoe geweldig onze bediening ook zonder Heilige Geest is niets. Kijk maar Petrus. Toch hij had Jezus verloochenen. Hij is al zo lang dagelijks leefde met Jezus. Elke dag wonderen meemaken. Toch uiteindelijk. Hij kan niet zijn woorden, zijn geloof volhouden. Hij zei, nee. Ik ben het niet. Nou, broeder en zuster. Dat is de situatie. En geen garantie dat wij christen zijn. Hoe lang wij in de kerk, hoeveel goede dingen hebben wij gedaan. Goede dingen. Jezus zei, oh goede dingen. Er zijn veel mensen die goeds doen. Jezus zei, als jouw leven als fariseer, niet meer dan die fariseer, ben jij nog niet goed genoeg. Goede dingen, zelf de moordenaar kan ook goede dingen doen tegenover zijn vrienden. Ja of niet? Ja, als alleen om goed velen kan doen. Maar zekerheid, verzekering, hebben wij de Heilige Geest nodig. Amen. Amen, ja? Amen. Daarom, broeder en zuster, vandaar wil ik jullie ja, bemoedigen om samen met mij, ja, om echt goed te begrijpen. Hey, de enige die in mij is, moet God Heilige Geest zijn. Mijn geest en Heilige Geest moet samen een gemeenschap houden. Ja? Moet elke dag. Ik mag niet God Heilige Geest bedroeven. Oh, broeder en zuster, u moet niet denken dat God Heilige Geest een nummer 3 is. Omdat op zijn functie God de Vader zendt zijn zoon. En nou, als wij gaan kijken, waar is de Vader? En waar is de Zoon? Ze zijn daar in de hemel. Ja of niet? En wie zijn die hier op aarde? Die samen met jou en met mij? God Heilige Geest. Dat betekent, maar dat niet betekent dat God Heilige Geest nummer 3 is. Hey, Jezus zei, pas op. Jullie mag tegen mij, maar niet tegen God Heilige Geest. Ik zal je vergeven, maar tegen Heilige Geest niet. Hallo? Yes. Tegen de Vader, als ik gezonde, kan nog vergeven. Maar tegen God Heilige Geest niet. Is dat waar, Pastor Dios? Ja. Dus als wij zien, als jullie naar de gemeente of naar opwekkingdienst, als jullie zien Gods Heilige Geest aan het werken, soms vreemd, moet jullie niet beoordelen, veroordelen. Bedroef hem niet. Door kwade dingen uitspreken. We moeten een relatie bouwen met hem.
Amen. Omdat God heilig is. The temple van God dat bent u. Niet deze gebouw, broeder en zuster. Dat bent u. Dat betekent, u moet altijd denken aan God heilige geest. Denk altijd. Soms is je aanbidding team, ja, tijdens oefenen gaan ze appen. Nee, ik zei nee. Afgelopen met dat appen. Daar. Ja, afgelopen. Ja, maar pas op Dios, we gaan kijken, de liederen. Ja, klopt. Nou is tegenwoordig geweldig. De handphone. Ja, maar opeens ting. En appen, dan kijk je toch. Ja of niet? Ja. Dan zet jij God Heilige Geest aan de kant. Net alsof hij is er met jou. Hij is aan het spreken en je hebt jouw gedachten daar. Jij bent aan het dienen hem, maar jouw gedachten daar. Oh, broeder en zuster, dat is een simpel voorbeeld. Dat God Heilige Geest, dat onze apparatuur, onze telefoon. Ja, zie, al zijn mensen al begint te lachen. Misschien de man aan het praten, maar ja, of de vrouw aan het praten, aan iets aan het vragen. Ja, en oh, is app weer. Dat is belangrijk. Ja, dan herkennen jullie dat? Ja, klopt, ja. Ik ook, ja. Ik ook, ja. Soms, ja, lijkt wel die is meer belangrijker dan de andere mensen. Soms tijdens rijden kan ik zo. Ik gevaarlijk, ja. En dat is het, ja. Wij gaan vandaag leren, ja, God Heilige Geest woont in u. En hij wil samen met u, ja. Wij mogen niet, ja, tegen God Heilige Geest. Dat staat het vers in Matthäus 12, vers 32. Mogen niet tegen God Heilige Geest. Ja. En nog één vers. Die wil ik graag, oké, deze, dat hebben wij net al gehad, ja. Spreek iemand het woord tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven. Ja, zijn, ja, zoon des mensen is Jezus, het zal hem vergeven, ja. Maar, spreek iemand tegen Heilige Geest, tegen, ja? Het zal hem niet vergeven, dat is duidelijk. Het is niet de woorden die Pastor Dios had gezegd, nee. Daarom, wij moeten aandacht, respect. God Heilige Geest is met jou elke dag. Samen met jou, niet laten passeren. Je moet altijd leren omgaan met hem elke dag. Elke keer bid jij, vraag je. Altijd, dus jij bent altijd praten met hem, altijd. Gewoon normale leven. Zoals je praat tegenover jouw vrouw. Zo omgaan met God Heilige Geest. Zie, als wij met God Heilige Geest heel veel dingen zien. Zien wij dat God Heilige Geest openbaar ons. Heel simpel in alle tot kleine dingen. God Heilige Geest die weet precies wat je nodig hebt. En hij onderwijst jou ook. Hij openbaar wat de fouten. Hij openbaar jou. Hij is meer dan je man, dan jouw vrouw. Hij is meer, maar hij is ook gevoelig. En hij is God. Jezus zijn naam is Immanuel, maar Jezus kan niet ten alle tijden met u. Daarom hij zei, ik ga een ander zenden, die zal met u ten alle tijden. Dat is God Heilige Geest. Wauw. God Heilige Geest, dat betekent, wauw, als God Heilige Geest in mij, ik zal nooit niet kunnen vergeven. Waarom? Omdat hij openbaar Gods wil. Wat is Gods wil? Vergeef anderen, zoals ik jou vergeven. Als u mij met een schoenen naar mijn gezicht hier, ik zal niet kwaad worden. Waarom? Omdat Heilige Geest heeft een functie zodat Jezus verheerlijk worden. En toen Jezus dat zag. En zat schoenen, ja, richting Pastor Dios. Of een koffie richting Pastor Dios. Ik moet kunnen aannemen. Heel simpel.
Ik zeg, vergeef vader, omdat ze weten niet wat ze doen. Amen. Kan dat, Pastor Dios? Ja, dat kan. Dat kan. Vroeger niet, niet, nog niet kan. Maar Jezus zegt op het kruis, het is volbracht. Ik heb alles al gedaan. Amen. Ik heb het alles al gedaan. Ik heb het overwonnen. Dat betekent, het is mogelijk. Ik heb dat voor jou ook gedaan. Amen. Hoe moeilijk ook deze leven, vanwege wij zijn gehoorzaam aan God. Wij kunnen dat doen. Amen. Vergeving is een deel van God. God is liefde, hij bedekt alles. Kijk maar zoveel fouten, tekortkomingen, misschien van iemand, van jouw vrouw of kinderen. Maar vanwege jouw liefde. Liefde van mama tegenover de kinderen. De kinderen misschien zo stout, ongehoorzaam. Maar zijn, haar liefde bedekt alles. Ja of niet? Bedekken, liefde alles bedekt. Die zit die fouten niet. Maar als wij kijken naar fouten van mensen. Weet je, als fouten van mensen. Haat, ja, jaloezie. Ja, deze dingen, ja, die bedekt niet, maar die open weer. Wat? Ja, je kan een hele lijst, ja, waslijst noemen ze. Ja, je kan opschrijven over die fouten van mensen. Maar goede dingen van mensen vergeet je. Ja of niet? Ja. Ah, vergeten. Zie, als God Heilige Geest in jou leven, dan denk je altijd en dankbaar. Wauw, een mooie schepping ben jij. Wauw, een geweldige persoon ben jij. Dat is God Heilige Geest zijn werk. Hij wil niet. En als wij niet vergeven, dan is de Heer Jezus, oh mijn zoon. Waarom doe je dat? Ik heb jou toch al vergeven. Waarom jij niet kunnen vergeven de anderen? En Heilige Geest, hij wil zo graag dat jij ook doet wat de verlangen van Jezus. Omdat Heilige Geest niet, zijn werk is om de naam van Jezus te verheerlijken. Ja of niet? Ja, hij werkt hier op aarde niet voor niets. Zodat de naam van Jezus verheerlijk wordt. Is er amen? Hoe belangrijk nou weten jullie hoe Heilige Geest is? Ja? Zo belangrijk, soms zetten wij hij als de nummer 3. Maar dat is niet zo. Laten wij gaan kijken hoe belangrijk God Heilige Geest is. Ja, Handelingen 5, vers 1 tot en met 5. En zeker een man, zeker een man, met name Ananias met zijn vrouw Safira, verkocht een eigendom, hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan voeten van de apostelen. Maar Petrus zeide, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Om de Heilige Geest te bedriegen en iets achterhouden van de opbrengst van het stuk land. Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En was na de verkoop de opbrengst niet ter uwer beschikking? Hoe kon gij dan deze daad in uw hart plaatsgeven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Het is niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En wat is gebeurd? Vers 5. En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. Een grote vrees kwam over allen die het hoorden. Zie, liegen tegen God Heilige Geest. Wat is dat? Kwaad tegen God Heilige Geest. Wat zal gebeuren? Duidelijk, ja? Amen. Daarom, Heilige Geest, wij moeten eren. Hij is hier de enige die op aarde, Vader en de Zoon,
Daniel in de hemel. Maar hij is hier. Ja? Hij samen met jou bemoedigt u en mij. Zodat wanneer Jezus komt, de dagen van verlossing komt. We blijven volharding. Ik roep die muzikanten. Zodat wij volharding. Ja. Wij hebben de eindstrijd behalen in overwinning. Hoe belangrijk God Heilige Geest. Ik wil heel simpel vandaag. Heel korte preek. Ten slotte. Openbaring 3 vers 20. Ik wil graag op de bimmer. Ik wil graag dat de zondagschool allemaal, zondagschool kinderen, ja, naar voren roepen. Ik wil graag dat onze kinderen vervuld met Heilige Geest, u allemaal vervuld met God Heilige Geest. Amen. Dit is de dag die door de Heer bepaalt dat wij hebben, wij moeten beleiden, wij hebben God Heilige Geest nodig. Als u wil, ja, dat wij hebben een kerk, een grote kerk, wij kunnen dat niets doen zonder God Heilige Geest. Wij kunnen niets doen. Openbaring 3 vers 20. Zie, ik sta aan de deuren. Aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort. En de deur open. Ik zal bij hem binnenkomen. En de maaltijd met hem houden. En hij met mij. Er is nog een aanbod, broeder en zuster, dat Jezus Christus, wie jij ook bent, hoe zwaar ook je leven, hij staat, de Heere God, staat voor uw deur. Hij wil kloppen. Ik weet, mijn dochter, ik weet jouw pijn. Ik weet,